Welkom bij Mystic Angel Rara Tarot. Ik ben Rara. Dit is de maandelijkse reading voor de maand mei 2022 voor de kreeft. Ik heb de kaarten al voor je gelegd. Ik ben een beetje aan de late kant. Dat komt door mijn transformatie waar ik in zat. Maar ik wou graag nog even verder gaan met de readingen voor de andere sterrenbeelden. Dus vandaar dat ik dus nu de readings doe. Ik heb de kaarten al gelegd, dus ik ga gelijk beginnen met de reading. De energiekaart voor jullie, lieve kreeft, is thuis. Je zit goed in je vel, je voelt je thuis. Je voelt je thuis in de natuur. Je kan communiceren met natuurelementen. Er gaat ook een deur open. Dus het kan ook zijn dat je echt met spirit kan communiceren. Als de tijd er rijp voor is, zal je heel veel wijsheden... Er zit al heel veel wijsheden in jou, dus die moeten er ook uit. Misschien voel je je wel een beetje moe, maar je bent wel spiritueel aan het groeien. Ja? Dat is de energiekaart voor de maand. Voor de maand mei. De begeleidende boodschap is de leeuw. Wees edelmoedig. Jij bezit zoveel kracht in jezelf. Heel veel kracht en moed. Dus... laat het ook eruit komen. En weet je, het zit binnenin jou. Je kan alles aan. Je bent zo krachtig als de leeuw. En neem je leiderschapsrol op je. Want de leeuw neemt altijd de leiderschapsrol op zich. Dus. Dan hebben we Blossom. Als jouw licht aan het schijnen is, sta je meer in je kracht en ben je ook aan het groeien. Helpless en hopeless. Dat blokkeert jou als jij niet weet welke kant je op moet. En er zijn ook obstakels op je pad. Dan weet je niet welke kant je op kan. Ten alle tijden volg altijd je intuïtie. Want die gaat jou begeleiden. Ja? Dan hebben wij balance. Als jouw mannelijke en vrouwelijke kant bij elkaar komen, dan sta je weer in kracht. Dan ben je weer in balans. Maar daar gaat verandering in komen. Als jij bij mij intuïtieve ontwikkeling wil volgen, om jezelf weer in balans te krijgen, om jouw intuïtie te versterken, dat je meer naar je intuïtie gaat luisteren, dat jij weer in je kracht komt. Want in feite zie ik hier... dat jij nog niet in je kracht staat of durft te staan. Ik ben er weer. Dan heb ik hier... in het verleden, take the lead. In het verleden nam je leiderschapsrol op je. Je ging je passie volgen, je ging je hart volgen. Doe dat weer. Dat is echt nodig. Kijk hoor. Oh, weer. Het universum. Die zegt, ga schijnen. Laat je licht meer schijnen. Want dan ben je in je kracht. Dan ben je weer die leeuw. Neem je leiderschapsrol op je. Ben je weer edelmoedig. Spread your wings. Ga je vleugels uitbreiden. Dat kan je doen als je echt aan jezelf werkt. Je intuïtie is heel belangrijk. Als jouw intuïtie versterkt wordt, dan kan je heel wat aan. Zelfs jouw mannelijke en vrouwelijke kunnen één worden. En ik kan je helpen met jouw spirituele groei. Dus mocht je intuïtieve ontwikkeling willen, laat me het weten. Dit gaat over je werk. Dat betekent dat jij een leiderschapsrol op je krijgt. Een leidinggevende functie gaat krijgen op jouw werk, wat jij doet. Liefde, dit is de relatie en omgevingkaart, Seek the Truth. Jij weet het antwoord wat binnenin jou is. Of je van iemand houdt,
Of je met diegene wil omgaan of niet. Of jullie passen qua energie bij elkaar. Alles. Alle antwoorden zitten binnen in jou. Dus ga naar het antwoord. Voor het antwoord naar binnen. Ga mediteren. Ga die vraag stellen. En kijk wat het antwoord is. Rest en reconsider. Dat betekent dat je heel veel obstakels, dat daar heel veel, ja, van heel veel obstakels gehad. En daar komt dus het einde aan. Je hoeft alleen maar te rusten, zodat jouw spirituele groei ook weer verder kan gaan stromen. Want jouw derde oog is ook wel een beetje gesloten. Change your focus. Kijk met de andere visie naar bepaalde dingen. Dan zal er heling plaatsvinden, zal je meer rust krijgen. Maar dat gaat wel veranderen, dus er komt weer rust eraan. Kijk ook naar je schaduwkanten, is ook heel erg belangrijk. Kijk ernaar en laat het los. En daar komt ook een einde aan. Dus mocht jij intuïtieve ontwikkeling willen volgen, laat me weten. Ik heb een paar plekken vrij staan. Dus dan kan je nog snel, als je snel bent, dan kunnen we snel een afspraak maken. En dan kunnen we gelijk beginnen aan het werken van jezelf en het helen van jezelf. Intuïtieve ontwikkeling doet zoveel. Het ligt eraan wat jij nodig hebt op het moment. Heb je nodig aan zelfliefde? Heb je nodig aan innerlijk kindheling? Heb je nodig voor dat jouw mannelijke en vrouwelijke weer één worden in balans komt zitten? Heb je nodig om jouw intuïtie te versterken? Om je passie neer te zetten? Om je groei, spirituele groei neer te zetten? Heb je trauma's gehad? Heb je een depressie gehad? Dus er in de intuïtieve ontwikkeling helpt je in al je aspecten wat voor jou nodig is. Bij mij heeft het geholpen aan posttraumatische stressstoornis. En hoe? Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan, want anders zou ik hier niet zijn en hier jou een reading geven. Dus het heeft gewerkt, ik voel me pijn, ik kan meer voor mezelf opkomen, ik luister meer naar mijn intuïtie, wat ik dus nooit deed. Mijn intuïtie is versterkt. Ik ben spiritueel gegroeid. Ik ken nu zelfliefde. Ja, wat nog meer? Ja, en als er problemen komen, kan ik dat rustiger oplossen dan voorheen. Voorheen was ik een rebel. Ik had echt heel boos worden. Ja, het is gewoon zonder mij na te denken. Dat heb ik ook nog wel eens. Natuurlijk val je wel eens af en toe even terug, maar dan kan je weer sneller herstellen. En dan kan het weer makkelijker, de conversatie kan weer makkelijker gaan. En dus intuïtieve ontwikkeling heeft voor mij heel veel gebracht. En degene die mij dus die intuïtieve ontwikkeling gaf, die heeft het dus aan mij doorgegeven. Maar ik heb het een beetje anders gedaan. Naast het intuïtieve ontwikkeling heb ik ook nog eens readingen die ik je geef en een extra boodschapreading mag erbij geven. De meditaties die wij doen, die ga ik jou geven. Dus, en we gaan gesprekken houden. En dat houdt jou gewoon in balans. En stap voor stap ga je zien hoe jij gaat groeien. In waarvoor jij het nodig hebt. Maar je zal zien dat niet alleen van binnen dingen veranderen. Ook aan de buitenkant. Dus ook je omgeving gaat veranderen. Ten positieve natuurlijk. Dus voor jou, als jij dat zou graag willen, de kosten zijn ook al minder. Dus mijn diensten heb ik dingen bijgedaan. Ik heb de prijzen ook omlaag gegooid. Dus maak er alsjeblieft gebruik van. Ja? Waar waren wij? Hier. Ik heb hier 5 van emoties. Vergeving is een belangrijk onderdeel van heling. Vergeef jezelf en de mensen om je heen voor alle fouten uit het verleden, zodat iedereen weer verder kan. Rouwen hoort bij het leven. Vraag je engelen of dierbaren je te helpen om vlot door het proces heen te gaan, zodat je weer verder kunt op je pad naar vreugde.
Ja, dus er moet heling plaatsvinden, vergeving plaatsvinden voor jezelf of voor ander. Misschien dat je moet rouwen. Dus er zijn heel veel emoties bij jou aan de gaande, wat weer in balans moet komen. Ja, emoties moeten ook weer in balans komen. Ook daarbij kan het intuïtieve ontwikkeling jou bij helpen. Dus vijf emoties. Dan hebben wij nummer 9. Plezier, hemelse godin. Vervulling, overvloed, voldoening, tederheid. De hemelse godin glimlacht je toe. Ze spoort je aan in haar wilderige en prachtige tuin te stappen en uit haar bron van vitaliteit en vreugde te drinken. Ontspanning maakt plezier en laat de goede tijden aanbreken. Het leven is niet om te doorstaan, maar om van te genieten. Of het nou om een fijne dag aan het strand gaat of op windende seksuele stoeipartij met je minnaar. De hemelse godin herinnert je eraan dat er niets heiligs, hogers of rechtschapens is in het weerstaan van plezier of het verbergen van je schoonheid. Ze is in je leven gestapt om het trieste feit te verhelpen dat je de laatste tijd nergens meer plezier aan beleeft. En dat je het contact met je schoonheid hebt verloren. Je leven loopt het risico om te veel zwart, wit en grijs te worden. En het ontbreekt je aan kleur. Ze adviseert je vriendelijk om je beloningen niet uit te stellen tot je in de hemel bent. Ze moedigt je juist aan om van een beetje hemel op aarde te genieten. Verwen jezelf met verrukkelijk voedsel, goede muziek, intieme vrienden en speels plezier. Gebruik haar inspiratie om je omgeving te verfraaien. Knap je huis op, voeg kleur toe aan beige muren, zet verse bloemen neer en maak ook jezelf mooi. Probeer eens een nieuwe kapsel, een sexy parfum, koop nieuwe kleren en vooral accepteer jezelf als een prachtig mens. Dit is oogsttijd. Een tijd van overvloed en flow. Deel je schoonheid met anderen. Wees schuw en pieker niet over al te veel toegeven of je laten meeslepen. Raak gewend aan het goede leven. En beschouw het als de geboorterecht om in de tuin van de hemelse godin te dansen. Haar vraag aan jou, hoe goed kun je het hebben? Ja, dus geniet van het leven. Het leven kan je mooi maken zoals je wil. Hoe jij dat wilt. Dus, ga je gewoon. Maak er iets moois van. En heb je echt zoiets van, ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Alles loopt fout. Alles is, ik ben helemaal klaar mee. Emoties is helemaal. Die gaat op en neer. En ik weet gewoon niet meer waar ik moet beginnen. Alsjeblieft. Ik raad je dan aan. Om die intuïtieve ontwikkeling te gaan volgen. Yes. Hilarion Divine Healing. Honor your sensitivity. Retreat to recharge and heal. Your light can support others. Je bent een lichtwerker. Je bent een lichtwerker. Er vindt heling bij jou plaats. Je bent heel erg hooggevoelig. Ga jezelf je rust pakken, terugtrekken. Zodat je weer kan opladen. En dan heel je. En als je opgeladen bent, gaat jouw licht meer schijnen. En met jouw licht help je andere mensen. Ja, dus rust is heel erg belangrijk voor jou. Meditatie geeft je zoveel rust. Echt ongelooflijk. Het is nu, hoe laat? Het is nu 11:55 in de avond. En ik ben nog readingen aan het doen. Moet je nagaan hoeveel energie ik heb als ik gemediteerd heb. Weer daar.
En ik was, hoe laat was ik wakker? Vandaag was ik volgens mij 7 uur wakker of 6 uur. Volgens mij was ik 6 uur wakker. 6 uur wakker en ik ben nog aan het werk. Moet je nagaan wat die meditaties met je doen. Ik voel wel nu een beetje moeheid, maar dat komt ook, hè, omdat ik bezig ben geweest. Dus, maar dat gaat wel weer over. Ik ga dadelijk lekker slapen. Na deze... na deze reading. Waarheid. Vind in je hart jouw eigen waarheid en leef daarnaar. Luister naar je intuïtie. Ja? Jouw intuïtie begeleidt jou door jouw spirituele team. Als jij je intuïtie wil versterken en echt naar je intuïtie wil luisteren, zou ik de intuïtieve ontwikkeling doen. Ik twijfelde sinds mijn jeugdjaren tot 2011. Nee, tot 2014, 15. Toen ik de intuïtieve ontwikkeling daarmee klaar was. Toen kon ik eindelijk naar mijn intuïtie luisteren. Ik kon naar mezelf luisteren. En dat vond ik zo fijn. Dus luister echt naar je intuïtie. Want je wordt echt begeleid. Al die blokkades worden ook echt van je pad weggehaald. Engel van dromen. Laat je dromen uitkomen. Als jij wensen hebt. Levensdoel hebt. Ga die neerzetten. Weet je niet hoe. Wanneer. Of hoe jouw spirituele groei zich moet ontwikkelen. Laat mij dan jou helpen. Laat me jou helpen. Dat wil ik heel graag. Met intuïtieve ontwikkeling. Kringloop. Adem de heilige levensstroom in uit de bron van God en de godin. Adem deze in al je cellen en je organen. Ga genieten van het leven. Ga genieten van het leven. Dan hebben wij toil and labor. Dat betekent dat je heel hard aan het werk bent. Maar er komt verandering. Er komt verandering in dat harde werk. Je wordt geleid naar het spiritualiteit. En dat is wat lichter werk. Kijk, je werkt al hard genoeg. Je mag meer nu je spiritueel werk gaan verrichten. Want je bent hooggevoelig. Je bent een lichtwerker. Ik kan je helpen met intuïtieve ontwikkeling om die spirituele groei die boost te geven. Ik kan je op alle andere vlakken helpen. Je chakra schoonmaken, houden. Gronden. Wat nog meer. Innerlijk kindheling. Het mannelijke en vrouwelijke samenkomen. Noem het maar op. Het kan je op zoveel manieren helpen. Stress. Depressie. Posttraumatisch stressstoornis. Trauma's. Noem het maar op. Het kan je... Intuïtieve ontwikkeling helpt je zoveel op zoveel fronten wat jij nodig hebt. Dan heb ik hier huis. Valsheid. Dus in jouw omgeving is er iemand die jaloers op jou is. En die jouw geluk niet aan kon zien. En die jou gewoon al het geluk van je wilt afpakken. Dat is gewoon heel erg vals. Let op. Dat je tegen niemand iets zegt over wat je van plan bent, wat je wilt doen en bla bla bla. Ja, dus hou de dingen voor jezelf. Want ik zie dat jij geluk in overvloed gaat krijgen. Je krijgt gewoon voorspoed in liefde, in financiën. Dat zie ik bij jou komen, lieve kreeft. Dan gaan we naar de grote boodschap. En dat is nummer 4. Hoed u voor boosaardigheid. U bent gekwetst. Dat waren mijn vogels. U bent gekwetst, respectloos behandeld of ongegoocheld in anderen. Iemand anders heeft u laten vallen of heeft u bedrogen. Het is normaal om dan woede, pijn en ontgoocheling te voelen. Elke emotie is natuurlijk, maar u hebt altijd
De keuze hoe u reageert. Laat uw pijn geen bron van besmetting worden. Erken de pijn, leer van de pijn en van uw ervaringen. En laat dan de woede, de pijn en de ontgoocheling los. Laat pijn geen inspiratiebron zijn voor wraakacties die ontstaan uit boosaardigheid of wrok. Ja. Het is moeilijk om los te laten. Dat heb ik ook gehad. Moeilijk. Hoe moet je dat doen? Dat weet ik niet. Meditaties. Meditaties die ik geef, kan je makkelijk dingen loslaten. Makkelijker naar je intuïtie luisteren. Innerlijk kind gaat meer naar boven komen, die wil meer spelen. Je gaat je gedragen als een kind. Dat is helemaal niet erg. Je bent aan het leven. Je geniet van het leven. Als kind zijnde genoot je gewoon van het leven. Je wist het niet beter. Je deed gewoon wat er gevraagd werd. En je ging spelen. Je ging leuke dingen doen. Je ging ontspannen. En dat vergeten we naarmate we ouder worden. Omdat we alleen maar aan het werk zijn. En niet meer aan ontspanning denken. Dus mocht ik je kunnen helpen met de intuïtieve ontwikkeling. De prijs zijn nu lager. Ik heb een paar plekken voor je over. Dus reageer snel via de WhatsApp. Want ik kan niet de telefoon opnemen. Dus alsjeblieft app me via de WhatsApp. En dan, gaan we snel de afspraak maken. En dan gaan we gewoon gelijk beginnen. Mocht je een van mijn andere diensten willen, kijk dan hieronder de video. En laat me ook via de WhatsApp weten. Like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. En tot de volgende maand. Doei, Chris.